Yo, mijn naam is Jay en welkom natuurlijk weer bij een nieuwe video van GTA San Andreas. Vandaag gaan wij een nieuwe storyline starten. Nou, ik heb de storyline al eens een keer gedaan van GTA San Andreas, maar ik denk dat het leuk is om dat te uploaden. Is even iets extra's, want nu in de tussentijd upload ik alleen maar twee games. Het zijn GTA 5 en Call of Duty Infinite Warfare, dus ik dacht... Doen we in de tussentijd er gewoon lekker een tussengame bij. Ik vind GTA San Andreas leuk. En ik ga kijken of jullie het ook leuk vinden. En laten wij maar starten. Ja, soms loopt hij vast. Starting a new game. Please wait. Francis International Airport, Liberty City, 1992. After five years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carlos Sweet. What's up, Sweet? What you want? Ja, ik zal je even uitleggen hoe de story is. Dit is Carl, of CJ, hoe je hem ook wilt noemen. Of GTA San Andreas. Dit is een hele oude game. En hij is van Liberty City. En Liberty City is in het echt New York. En hij komt weer terug na vijf jaar naar zijn eigen thuis. In Los Angeles, dus Los Santos. En zijn moeder is dood. En hij komt op de begrafenis. En ja, dat zijn de corrupte agenten. De meest iconische karakters in de game. Officer Tenpenny. Je hebt dan een Officer Hernandez en Officer Pulaski. Ik zal niet meer praten, maar ik geef je wat uitleg om de story. Dat is Officer Pulaski. Daar is zo ziek, dat is hem die ons nu al vast aan het boeien. Dat is Officer Hernandez. En die, dat is Officer Tenpenny. Die kale kop. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. Ja, dit zijn PS2, money, PS2 graphics. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden, maar ik probeer het gewoon. Welcome home, Carl. Glad to be back. Ja, natuurlijk jongen. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. En ja, zijn broer had een gang en vijf jaar geleden was zijn broertje ook al dood gegaan. En hij heeft gewoon zijn familie achtergelaten. Oh, hij wou er vanaf. Wat een baster. Hey, en nu vond hij zo spijtig. Dat hij zijn familie heeft achtergelaten en hij gaat weer helpen om de gang groot te maken. Dus hopelijk hebben jullie zin in het avontuur. Want dit gaat mij... wel, hoeveel missies we nu gaan doen? Ja, drie missies denk ik ofzo. How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know it. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Ken ik nog wel. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. Car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pendleberry's down. Ja, we zijn hier achtergelaten en de ballers zijn onze vijanden. Here we go again. Dat zijn de pauze mannetjes. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. We hebben een fiets, het introduceert. Hij geeft er allemaal uitleg, maar dat heb ik niet nodig. Ik zal jullie ook even wat uitleg nog geven. De ballers zijn onze vijanden, onze gangvijanden. Dus daar hebben wij een hekel aan. Dat zijn paarse mannetjes en je hebt onze. Wij zijn Grove Street, wij zijn groene mannetjes. Nou, wij zijn groene, met groene kleren. Wij zijn geen groene mannetjes, maar ballers die hebben groene, paarse kleren aan. Om hun gang te representeren. Home.
At least it was before I fucked everything up. Nou, voordat je een missie gaat starten, ik wil nog even wat tips geven voor deze missie. Een paar goede tips. Oké, dat parcours je, want het is handig om een wapen in het begin te hebben en die kan jij nog niet krijgen. Dus je kan ze wel vinden, maar je kan ze niet kopen of iets. Dus hier is een wapen pick-up. Kijk, dat zijn onze, dat is onze gang. Dus de slapste gang van nu toe. Wij gaan die gang weer helpen om sterk te maken. Dus ja. En hier is dan nog een armor pick-up. Deze armor, dat is heel goed in het begin. Want armor, dat kan je nu niet kopen. Nou, dat is gewoon te duur nu in het begin. Armor kost $500. Dat is best wel duur in het begin. Want je hebt nu nog maar $350. En ja, ik val van mijn fiets af. Hier is dan een armor pick-up die wij gaan pakken. En ja, GTA San Andreas vind ik zelf echt een, dit is mijn favoriete GTA. Het is gewoon echt super leuk. Ik kan er echt heel veel leuke dingen in doen. Come on, come on, come on, come on. Je kunt het halen, CJ. Oh ja, ja, ja. Oh ja, en wat je hier linksonder ziet zijn je stats. Je respect. Dat gaat om met je gang en zo, dat ze je meer respect geven. Je stamina, dat is je conditie. En dat ga ik ook aan werken, later nog in de game. Nou, dat gaat wel in het begin. En je muscle, dat is hoe je sterk je bent. Je spieren, maar ik heb nu echt niet veel muscle. En we zijn een beetje, ja, je vet. Dus dat, hoe dun, of je maag, zeg maar. Wij zijn nu dun. Who the fuck you think you're talking to, bitch? Ja, what the fuck, man. Nou, man. En we hebben seksappeal. Nog, dat is ook een klein beetje. Maar laten we starten. Ja, hij moest me per se zeggen, ga een douche nemen. Big Smoke. Eerste missie van GTA San Andreas. Ik wou bijna 5 zeggen. Ja, dit zijn allemaal herinneringen. Carl, dit is dus Carl. Die heeft een zus, Kendall. Een broer, Sweet. Sweet. Hij is toen dus John, maar iedereen op de Sweet. En hij heeft nog een klein broertje, Brian, maar die is dood. 5 jaar geleden. Nu komt er iemand. Ik ga niks verklappen. Wat er gaat gebeuren. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke! It's Yo, me, man, Carl! Big Smoke. Chill! En dit is Big Smoke, de dikzak van de game. Oh, my dog! What's up? Hij, ja, hij eet heel veel. Je gaat nog ergens in een andere missie, niet in deze episode. Ga je missie zien hoeveel hij bestelt. Dat wil jij niet weten. I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book. We are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Come on, let's bounce. Ja, hij heeft al die herinneringen. Hij voelt het nu spijtig, want zijn moeder is nu dood. In een gundown, want niemand het allemaal weet, dat wil jij niet weten. Yeah, ik ben echt cool. Een Rockstar fan. Nice course, als je een echte Rockstar fan bent, dan weet je dat. Sweet and Kendall. Ja, Sweet is onze grote broer en Kendall is onze grote zus. Als het goed is, hoor. Ja. Yo. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Beginnen met die t-shirt, dat is onze broer. Die is niet zo blij, want hij is een beetje boos op ons. Ja. Yeah. I can't believe she's gone, man. Meer. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Ryan's. Hey, she was my mama, too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? Get out of my face. I'm going to see CeCe. The hell you are, girl. You ain't messing with
says, you know we beat you. Ain't nothing but a bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, well, I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl don't tell me shit, man. Does he treat her right? Disrespect you? And he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweetie. Oh, shit. Yeah, so go again. She's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Hey, let me show you one thing, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ja, het gaat niet goed met de gang van hun. Het gaat slecht. Mensen worden, gaan steeds meer dood en wij zijn niet om te helpen, dus hij blijft hier. Ballers! Drive-by! Incoming! Ja, dat zijn de ballers. En die komen achter ons aan, daarom is die armor handig. Dus heb je meer kans op overleven. Follow my lead. Follow my lead. Takes back some, huh, CJ? Yeah! Things have changed while here. Yeah! CJ, watch your back right here, man. How I get so bad? I thought this was family's turn. Yeah. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Ja, dat bedoel ik dus. Als je van achter je kijkt, zie je zo'n gozer. Ja, we zijn te ver van Sweet. Hier de armor is handig. Armor kunnen we nu niet betalen. Zo. Split it up. Keep up, motherfucker. Ja. Ja, AK-geluiden, dat hoor je altijd. Dat is Ryder, degene die altijd de opschepper is. Dat is de opschepper van de game. Big Smoke mag ik wel. Ik vind de story is wel leuk, maar... Ja. En je gaat nog allemaal te zien. GTA San Andreas is gewoon superleuk. Het is gewoon echt... Dat allemaal niet de GTA kan. Je kan dik worden in San Andreas. Je kan echt een bodybuilder worden. En shit, hoe je dik wilt worden, je moet naar Clucking Bell en zo, naar Burger Shot. Burger Shot is een echt Burger King. Als je dik wilt worden, ga naar Clucking Bell. Jongen, ik ga deze race winnen. Ja, kijk, daar is de Ballers car weer. Kijk, nu durven ze daar niet meer in. Want dit is een Grove Street, hè, families. Ik heb deze race gewonnen! Ik ben als eerste. Ja, zweet me even. Zweet dat hoofd. Ik heb de motherfuckers, though. Ja, ik doe het er maar vanaf. Rider, nigga. Ja, Rider, nigga. Ik ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down, I swear. Yeah, do it. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Ja, doe jij maar je pet af, want jij schaamt je gewoon om je haircut eens laten zien. Maar dit is je huis. Waar je kan saven, dat laat ik je zien. Waar je je game kan saven. En hier in de garage kan je je auto's parkeren. En dan gaan ze niet, dan raken ze niet kwijt. Dan despannen ze niet. En ja, als je in die marker loopt, dan loop je het huis in. Respect plus. Go inside, see this house to continue. Gaan we in het huis.
Ja, ja, als je dat dingetje daar ziet wat beweegt, daar moeten we in staan om te saven. En dan gaat het 6 uur verder in de game. Nou, laten we even naar buiten gaan. En dan krijgen we... Hoe heet het? Krijgen we een nieuwe missie. Go and see Ryder, he lives down the street. Dat is een Ryder. Als je linksonder ziet, zie je de Ryder. En oh ja, we krijgen ook een telefoontje. Van een... politie. Oh nee, sweet. Sweet, hey, what's up? Since you get away, shit has changed around here. Grocery families ain't big no more. Seville Boulevard families and Triple Drive families are beefing and split with the growth. Now we're so busy, Central, Balls and Virgos are taking over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention. Ja, hij waarschuwt ons, want de game was vroeger echt heel groot, maar nu is het niet meer zo groot hoe het was eerst. Dus ja, als het goed is krijgen we nog een phone call, of niet? Nee. Gaan we een missie starten. Kijk wat Ryder heeft te zeggen. Ryder. Ryder is echt een superleuke karakter, hij is een opschepper. Man, what you doing? I smoked weed. Seeing my home. So with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love, no hug? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teached on a lesson. Fucking Grove Street, you down? I'm always down. Yeah, fucking gross. Let's go, bitch. Let's go, bitch. Ja, en zo word je door je homie genoemd, hey, bitch. Show me how they drive on the East Coast, homie. Fuck jou, jongen. Met je East Coast. Zal ik je laten snoeken rijden? Oh ja, en ik doe de radio uit voor copyright. Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old wound in my head. Yeah, I think I get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. Ja, so when you running off again? I'm not. Laten we naar de dialoog listen. Wow. My fam, the homies is here. Je kan het ook op onder je lezen. Yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Dat is Ryder. Yeah, don't mention it. Buster, zegt hij. Dat is een buster die niet echt zijn homie respect. Maar dat is Ryder, hè. Altijd denk dat hij de genius hier is. Nou, wat we nu moeten doen, we gaan de kapper in. En we gaan. En hij wil dat wij een nieuw kapsel hebben. Sit down, son. I'm still on top of my game. Eens kijken wat we hebben. Nee. Dus dit. Oh, het ook echt kan, hè. Ja, dit. We gaan het later in de toekomst veranderen. Krijgen we... En ja, we kunnen ook in de toekomst kleren kopen, zodat we niet in het stomme hemdje zitten. I told you he was crazy. And you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. Wanna get us something to eat? I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Yeah. Ja, dan kan je je stats laten zien. Nu nog $200 over. Ja, we gaan een pizza kopen. Oké. Okay. Een Boston menu. Ik ga je laten zien wat er gaat gebeuren als je te veel eet.
We stack them high, sir. Dan gaat hij uiteindelijk kotsen. Alsjeblieft, jongens. Als jullie het net hebben gegeten, alsjeblieft. Nou, zo smiddig is het dan weer ook. Give up the money. That's a way. Ja, kijk, wat een lelijke kapsel op jij. Hey, me fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! Ja, dan ben je afgeleid. This pizza parlor's no pushover. Nou, wat je kan doen als je shotgun ammo hebt. What you waiting for, fool? Kill deze guy. En dan als hij dood is, kan je zijn shotgun oppakken. Dat is goed in het begin. Ja, hij is dood. Hop in, CJ. Eerst pak deze shotgun. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Later, homie. In jail, we pop by and watch Sweet. Looking to get beat down, chump. Ja, dat is altijd zo'n onaardig persoon. Nou, let's do this. Laten we onze game even snel saven. Gaan we dit doen. Krijgen we niet nog een phone call? Een telefoontje? Oh nee, oké. Okay. Tagging op turf. Come on, family. Ik kan ook basketball spelen. Look who's here. It's running man. Would you take you back on the set? I told you that, bro. This word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson Brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Yeah, basketball. Hey, wait up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Yeah, in Sweet's car. Get in Sweet's car. Dus we hebben graffiti en we gaan zeg maar, ja, dat heeft in de jaren 90, het GTA speelt zich af in de jaren 90, zag je ook in het begin, 1992. En we gaan nu graffiti gebruiken, graffiti. En ja, dan gaan wij dingen zeg maar opturven, dus gaan wij van de ballers, gaan wij dat van de Grove Street maken. Watch for those rollers as I tag this up. Zo is dat. There's another two ball attacks in the hood. You gonna get him, but I'll keep the engine running. Er zijn er 100 in deze game en die ga ik zelf doen. Ja, ik kan niet voor jullie uploaden. Dan moeten jullie echt een ander kanaal zoeken. Maar dan kunnen jullie dat intikken. Want het gaat gewoon veel te moeilijk worden. Want ik moet video's kijken waar ze zijn op de locatie. Echt, als je ze zelf gaat vinden, je spendeert die echt uren in deze game. Nou, oké, okay, let's do this. Come on, let's cruise in the Ballers territory. Let's go. We gaan naar Ballers territory. We gaan naar het oosten van Los Santos. Als je zeg maar bij die paarse mannetjes te lang blijft.
dan gaan ze op je schieten en op ze vallen je aan. You hit this up here, and I'll go up and do another move. Meteen, maar of ze gaan je slaan. What the fuck, sweet? Kan je alleen rijden? Ja, goed zo. Zo. Daar zijn twee ballen en die kan jij zeg maar besprayen met die dingen. Zijn enemies, kijk maar. What the fuck? What the fuck? Get that fool! Get, no, get yourself fool. Ga mij niet pakken. En daarna moet je hierheen. Je kan ook de snelle manier doen, maar ik doe gewoon lekker de slowe manier. Ho. Plop. Dit kan ook niet in GTA. Zoals goed parcouren. Oké, okay, daar komt Sweet eraan. Quick, get in! Ja, ik kom eraan. I love you boys in Thailand. Get us back to the hood, CJ. Ja, je hoort de hele tijd mijn naam in CJ, maar in het Engels spreek je de J ook als een J uit. Dus dat ga je vaak horen in deze walkthrough. Oh, politie even. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fed? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Here, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. $200! Zo duur is bier toch niet? $200. Ik ga geen bier hiervan kopen. Dat. You just made me spill my scrunch. Kijk, nu krijgen we de phone call van deze. Carl, it's Officer Hernandez. Ja, Officer Hernandez, politie. Officer Hernandez, I work for Tenpenny at the last TV. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself, you just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. These mantos bitches can't see me. Kijk, hij is verliefd op haar, ja. Maar anyways, dat was het vandaag voor deze walkthrough. Hopelijk hebben jullie het leuk gevonden. Als wij de 3 likes halen, komt er nog eentje uit. Maar ik weet niet wanneer. Het zal denk ik ergens volgende week zijn, want ik moet al die tags gaan doen. Eerst, want het is heel handig in het begin van de game. Maar ik zeg natuurlijk bedankt voor het kijken en ik zeg later.